politie, want het is het tweede wapen van de Nederlandse politie. Komt net onder het dienstwapen. Ik vind het doodeng. Snap ik. Maar ik vind het wel leuk. Dus ik denk wel dat het een stukje stress gaat oproepen. Maar hij gaat niet ineens in mijn gezicht bijten. Jullie wel. Absoluut niet. Ja, ook wel een stukje ontlading op het moment dat ze het gedaan hebben. Dus het zou kunnen sleutelen aan het zelfvertrouwen. Nee, die hond. Maar... Oh, nee. Durf je dit of durf je het niet? Dat weet ik niet meer. Ik zie dat sommige van jullie zijn doorgegaan en het resultaat is heel mooi. Kunstenaar Lita Kabeljoet is op Dream School voor haar laatste les. En de meeste leerlingen hebben de afgelopen dagen in hun vrije tijd hard gewerkt om hun schilderijen af te krijgen en al helemaal gedroogd naar haar te kunnen presenteren. Precies zoals Lita gevraagd had. Ik had toch een kleuter van Sassi gemaakt. Dit vind ik ook heel mooi gelukt. Dank je wel. Ik heb nooit zoiets geschilderd, maar ik doe heel veel met mijn gevoel. En ik voelde gewoon dat ik iets het mooiste op wilde zetten. Dus ik ging gewoon schetsen en toen kwam dit er ineens uit. Jongens, meisjes, vandaag gaat de les over transformatie. En eigenlijk over breken. Ik ben eigenlijk een traditionele schilder jarenlang geweest. En telkens was ik op zoek op bevestiging. En de tijd heeft mij gebracht op een punt dat ik dacht, hoe kom je dichterbij van de oefeningen van vrijheid? De leerlingen hebben gewerkt op speciale doeken die zijn geprepareerd met een door Lita zelf ontwikkelde techniek dat een krakelee-effect geeft en tekenend is voor haar eigen werk. Naast dat effect staat Lita ook bekend om het breken van haar schilderijen, wat voor haar zo'n oefening in vrijheid is. Lita wil deze ervaring meegeven aan de jongeren. Deze sessie gaat niet over... Wow, ik ga kapot maken. Ik ben boos met de wereld. Nee. Dit is een oefening van vrijheid. En onze grote vijand is niet buiten. Onze grote vijand is binnen. Om iets echt te bereiken, is te breken met alles wat verwacht wordt. En dat is heel moeilijk, hè? Als je eigenlijk niks verwacht van de buitenwereld, maar om te beginnen niks verwacht van jezelf. Dat wat je doet, is ruimtes creëren dat je opnieuw kan beginnen. Ik zag angst en ik zag verwarring van wat is dit voor oefening. Fucking zonde, man. Ik ga dat niet doen. Ik wou hem in huis nemen. We moeten vasthouden wat goed gevoel geeft. En dit gaf ons een hele goede gevoel. En vraag je ons om dit los te laten. Ben je helemaal gek geworden? Als wij vasthouden aan wat wij hebben bereikt of niet bereikt hebben, kan je nooit de volgende stap doen. Om mee te beginnen, ga ik jou vragen. Oké. Ik ga dat niet doen. We gaan over nadenken. Oké. En straks kan je beslissen. Ik ga dat niet doen. Rustig, tranquilo. Ik ben wel rustig, voilà. Kut doe. Ik hou ervoor weg, denk ik. Stop. Donderen, Mathie. Oh, dat vind ik echt heel zonde. Dat is... Er gaat het niet... Wat ik jullie wil iets vertellen. Dit kost heel veel moeite, omdat je zegt, ik ga niet doen. Maar je hebt een kans nu om te durven iets los te laten. Nee, ik denk dat dat niet mijn probleem is. Ik denk dat ik nu voor het eerst mijn best heb gedaan op iets. Ik kan hem zo kapot maken, maar dan ga ik weer in die mode van, ja, het boeit me allemaal niet meer. Maar begrijp je de essentie? Ja. Wat begrijp je van het loslaten en breken? Ik denk dat je bedoelt van je hebt al je oude shit in dat ding gezet. En dat je het nu gewoon allemaal wil loslaten, dat je niet in moet blijven hangen. Ik denk dat dat is wat je bedoelt. Nee. En daarom vind ik heel belangrijk dat je dit punt opent. Dan heb ik mezelf niet goed uitgelegd. Wat wij aan oefenen zijn, is niet de oude shit. Het is gewoon durven vrijheid te voelen. En de vrijheid te voelen kan je alleen maar als je je niet vastklemt aan dingen die niet zo belangrijk zijn. Dit kan niet belangrijker zijn dan jouw vrijheid. Dat snap ik. Dat is het ook niet. Je hebt de keuze om niet te doen. Ik zal het jammer vinden, omdat ik zie dat je heel erg op zoek bent om vrij te zijn. Ja, maar ik hou me niet vast aan niks. Dat is ook de reden dat ik gewoon vaak alleen ben. Ik hecht me niet aan shit. Dus ik kan dit nu gewoon doen, want dat heb ik mijn hele leven gedaan. Je hebt de keus om niet te doen. Ja, oké, dat doe ik het niet. Oké, dan is jouw keus. Kies je nog om te doen? Ja. En nu? Ik zal
omhelzen. Je kan erop staan, hè? Oh jeetje. Gebeurt hele mooie dingen mee. Ga maar daar staan. En kijk. Ik vind het best wel mooi. Ik ook. Ik vind hem veel mooier dan eerst. Kimberly heeft ondertussen geen idee wat er gaande is. Ze zit nog in gesprek met Erik over de boosheid en weerstand die ze vaak voelt. En die voor haar een grote reden waren om zich op te geven voor Dream School nadat ze gestopt was met haar opleiding. Die route die je aan het afleggen was, hè? Bijzonder basisonderwijs en dan het regulier in. En dan zelfs naar niveau 4, vanuit kader. Dat was een unieke route van succes. Ja, als ik er achteraf aan terugdenk, denk ik wel, ik vind het wel zonde. Dus ik zag wel dat je op het moment dat je geen zin hebt en het toch doet, dat je daarna een heel blij, voldaan gezicht hebt. Ja, klopt. Maar dat is gewoon omdat ik heb er altijd een oordeel over. En dan, als ik eenmaal in de les zit, dan denk ik, oh, dat vind ik toch wel leuk. En weet je waarom je dat doet, van tevoren nee zeggen? Ik weet niet. Ik heb dat altijd al gedaan. Maar als je dat heel vaak zegt, dan ga je dingen verliezen, zoals je school of... Ja, klopt. Ik heb het idee dat ik wel stappen maak. En dat doet mij dan ook goed om te horen dat iemand dat ook gewoon opmerkt. Erik ziet zeker dat Kimberly stappen maakt. Maar naast complimenten daarover, denkt hij dat ze ook gediend is met een strengere boodschap. Hoe makkelijk krijg ik ruzie met jou? Makkelijk. Ja, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Ja. Ik denk, als ik één ding verzin en naar je hoofd slinger... Dat jij ook wel iets weet om te zeggen tegen mij. Ja, kijk, als ik gewoon iets opmerk van jou of zo, dan maak ik daar gewoon gebruik van om je gewoon omlaag te halen. Heb je dat gedaan? Heb je slachtoffers gemaakt? Nou, mijn vriendin wel een beetje eigenlijk. Zij is gewoon heel zachtaardig. En als we bijvoorbeeld ruzie hebben of zo, dan ben ik gewoon heel boos. En zij klapt gewoon helemaal dicht. En zij zou ook nooit tegen me zeggen van, nou, hou nou eens een keer je bek of zo. Of doe nou eens een keer wat nuttigs. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het eigenlijk wel kut eigenlijk aan één kant. Ik heb gewoon iemand nodig die gewoon dat gewoon zegt. En gewoon zegt van, nou, en nou ga je gewoon een keer je bek houden. En je gaat er gewoon voor. En als jij nou die persoon van jezelf bent, dan kan je vriendin gewoon lief zijn. Ja. Ze zal mensen van zichzelf verdreven hebben. Ze zal andere mensen ook ongetwijfeld pijn hebben gedaan. Vanuit een soort wanhoop, want ik geloof niet dat het een slecht mens is. Tegenovergestelde geloof ik wel. Ik geloof dat het echt een ontzettend fijn mens is. Daar hangt ook een prijskaartje aan, hè? Boos zijn en ruzie met andere mensen. Klopt. Ik denk dat mensen gewoon mij niet zo leuk meer vinden. En hoeveel mensen hebben jou uitgekotst? Nou, ik denk wel genoeg. Vriendinnen of? Nou, ik denk vooral gewoon thuis. Gewoon mijn ouders, mijn broer. Dat zijn de mensen die dichtst om je heen staan. Die wil je niet verliezen, toch? Nee. En in dat verliezen speel jij een rol. Ja. Kijk, Dream School is geen trucje, hè. Je zou met jezelf aan de slag moeten gaan. Want dit is een continu proces de komende tijd. Zij mag veel meer kijken naar wat zit er nou onder, waarom ik boos wil worden. Want de ander krijgt dan de schuld, hè, van haar boosheid. En daarin eist zij ook te weinig van zichzelf. Dat is altijd wat ik doe, andere mensen schuld geven. Maar het probleem ligt bij mezelf. Hoe ga je dat oppakken? Want dat is een belangrijk iets wat je zegt. Ja, ik was ook wel van plan om in therapie te gaan. Voor Dream School dacht ik, ja, ik weet niet. Een beetje eng of zo om die stap te nemen. Maar ik heb nu gewoon zoiets van, ja, ik wil gewoon niet meer op deze manier zo verder gaan. Ja, het zou doodzonde zijn, hè? Ik merk gewoon dat doordat ik me openstel en bepaalde dingen nu vertel wat ik normaal gesproken niet zou vertellen, dat er gewoon een last van mijn schouder af is, waardoor ik dus ook wel gewoon blijer word. Ondertussen loopt in de les van Lita de spanning op. En dat niemand verplicht is om de oefening te doen, maakt daarin niet per se een verschil. Oh, dat geluid is zo, ja. Savant neemt na wat twijfels toch maar de gok. De essentie van haar les kon ik heel goed begrijpen. Want uiteindelijk ging het om bepaalde dingen doorbreken, om weer ruimte te creëren, om nieuwe inzichten te krijgen. En daar kan ik me goed in vinden. Maar niet op de manier om dat schilderij op de grond staan in te trappen. Mooi. Ik weet dat ze heeft gezegd dat het transformeren is, maar ik vind het vernietigen. Zo is die nog veel zieker. Ja, eigenlijk. Ik zweer het. Ik vond alleen die van Savant mooier geworden. Gaf het gewoon een beetje een oude look of zo. Maar ja, bij de rest denk ik echt van, wat de fuck is daar gebeurd? Toen dacht ik van, nou nee, liever niet. Neem ik in ieder geval gewoon mee naar huis. Ga je het doen of niet? Ja.
want dat ding boeit mij niet. Dus ik ga het kapot maken. Ik was vergeten dat je niet aan dingen moet hechten. Op het moment dat Lita zegt, we gaan het breken, schiet Valentina in haar trigger. Hey. Voel maar. En hoort ze niet meer, maar je hoeft het niet te breken. Dat gaat er helemaal over. Hoe bedoel je? Jij gaat bepalen dat ik het breek? Jij bepaalt ook dat ik het niet breek? Nee, ik bepaal nu. Zij pakt de controle. Je hoeft het niet te doen. Nee, kijk. Ik hecht me nooit aan dingen, nou weet ik waarom. En tegelijk is ze aan het verwerken hoe ze is gaan hechten aan een schilderij. En schrikt daar zelf van en wordt woest. Als je aan iets hecht, gaat het weg. Dus ik had van begin af al niet moeite moeten stoppen in het schilderij. Want het boeit toch niet. Want het gaat toch weg. Dus ik ga dit wel doen. Maar dan wil ik niet meer dat iemand van mij verwacht dat ik me moet openstellen. Dus ik ga naar het toilet. Ik ging zomaar mezelf openstellen hier. Dus ik ga het schilderij kapot maken. Want anders heb ik een zwak punt. Iets wat mij kan hebben. En dat hoeft niet. En daar is helemaal gelijk in. Of weet ik veel wat dat ding was. Daarom moet je iedereen altijd afstand houden, want dit is onzin. Dus ik ga het schilderij kapot maken. En dan is het weer klaar. Dan ga ik gewoon weer op automatische piloot. Want het is onzin dat je aan shit moet hechten. Ze is niet meer te stoppen. Wacht even. Ik probeer onderweg nog te zeggen, zorg dat je eerst met jezelf verbindt. Voel als het niet goed voelt om het te breken. Doe het dan niet. Ze is laaiend. Als een stier gaat ze op de schilderij af. Je gaat breken? Je moet niet hechten aan bullshit. Voilà. Weet je het zeker? Ik voel. Valentina. Nee. Ik voel dat het me boeit. En als het kapot is, boeit het mij niet meer. Wat je boeit, kan je niet wegvegen. Dat kan je niet breken. Jawel. Dus dat is... Jawel. Nee, dat kan je niet. Jouw energie blijft altijd, jouw intentie blijft altijd. Ja. En die blijft niet in een doek, die blijft in jouw... Alsjeblieft. Kijk eens. Je hebt zo hard geschopt. Maar dit is niet weg te vegen en kapot te maken. Wie je bent. Kijk eens. Het gaat niet over mij. Het gaat er niet om dat dit iets met mijn pijn of whatever te maken heeft. Maar het gaat niet over pijn. Het gaat over de kracht van jou. Ik praat hier niet over pijn. Ik ben geen psycholoog. Ja, oké, dan snap je ook niet wat dat mij getriggerd heeft. Oké, ik kom hier niet om te vertellen over shit van... Dat zijn de psychologen, dat zijn de begeleiders. Ik kom om te vertellen uit ervaring... dat ik door deze methode ben ik achtergekomen... dat wie ik ben, kan niet kapot gemaakt worden. Ik weet wat je me... Ik wil dat niemand hier mij vraagt of ik me open ga stellen. Of wat dan ook. Andere onzin. Ik ga dat niet meer doen. Daar moet je echt aan niks. En ik was het even vergeten hier zo. Want ik dacht dat het hier wel veilig was. Maar nou weet ik weer dat het niet zo is. Jij vond het ook mooi. Ik vond het heel mooi. En ik wou het gewoon aan mijn moeder geven. En toch besloot je een stuk te maken. Ja. Als ik daar trots op ben, dan weet iemand dat ik om dat schilderij geef. En als iemand ooit dat schilderij kapot maakt, boeit het mij zomaar. En nu boeit het mij niet, want ik heb het niet meer. Het is oké om te voelen. Ik voel niks meer. Want nu heb ik niks meer. Je hebt jezelf nog. Ik snap wel dat ze daar nu geen volledig schilderij meer in ziet. Omdat ik met haar heb gewerkt, ook hoe lang zij daar aan bezig was en zo. Ik vind hem zojuist mooier. Ik vind hem fantastisch mooi geworden. Ja, maar ze was er zelf heel trots op toen hij heel was. Ja. En dan snap ik ook wel dat je hem niet kapot wil maken.
Maar ja, toch maken ze hem kapot. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind hem echt mooi geworden, die van mij. Je bent tevreden? Ja. Dat Lita degene die dat nog willen de kans heeft gegeven de oefening te doen. Ja, hij is echt prachtig. Zoek ze Valentina en Lucia op. Mag ik bijkomen? Ja, kom maar. Valentina. Ik heb mijn best gedaan in de schilderij, dus dan boeit het mij. En ja. Ik heb geen zin dat iets mij boeit, omdat alles wat mij boeit toch weer weggaat. Dus ik heb dat kapot gemaakt, dus dan heeft niemand iets mee op mij. Want ze is niet kapot. Ja. Het bleef gewoon een prachtige schilderij. Ja. Die kwam helemaal van jou af. Zo ongelooflijk zorgvuldig, de lijnen, de compositie. Een gevoel voor harmonie, voor vorm, voor evenwicht, voor contrast. Voor hele kleine details. Maar dat ben jij, Valentina. Die kan niet iedereen dat maken. Dit is wat je kan. Dit is wat je bent. En waarom vond ik zo belangrijk dit oefening, Valentina? Die soort oefeningen heeft mij gewoon de vrijheid gegeven. Om te zeggen, maakt niet uit. Je kan van mij afpakken. Je kan niet beïnvloeden. Omdat ik kan again en again en again doen. En weet je waarom? Omdat dat is wat ik ben. Ik denk dat de boodschap is dat Valentina haar schoonheid, haar kracht, haar creativiteit en haar gaven in zichzelf gaat herkennen. En niet buiten zichzelf. En op het moment dat je het breekt, word je teruggeworpen op jij bent dat schilderij. Jij hebt die gaven. En wat ze ook allemaal als artiest benoemt, zit in jou. Dat kun je hercreëren. Weet je hoe lang, Valentina, heb ik het gevoel dat ik nergens bij hoorde? Dat niemand om mij gaf. Dan kan ik je uren daarover vertellen. Ja, ik ook. Wat pijn doet, is achterkomen dat je eindelijk begin je te zien dat je zoveel in je hebt. Dat heeft meer pijn van mij te houden dan verwachten dat iemand anders van mij hield. Kan ik je om je omhelzen? Ja, mag wel. Kom. Listen. En ik zeg dat nooit, hè. Maar als je schilderles wil, ik wil jou schilderles geven. Kom je in mijn studio. Ja, is goed. Zullen we dat doen? Heel graag. Ik brak mee. Omdat ik voelde precies waarom ze brak. Omdat ik herken waarom ze brak. Maar leren breken en opstaan met mensen om je heen die jou vangt. En dat laat zien dat dat mag, is heel belangrijk.